Hallo, goeiedag. Ik ben Abdelhak, ik ben voor vandaag jullie verslaggever. Ik sta hier ook op de 5e Amsterdamse debatbattle in Amsterdam. Wat hier vandaag precies wordt afgespeeld is dat leerlingen onder elkaar gaan debatteren tegen elkaar. En natuurlijk komt er maar één winnaar. We zijn benieuwd. Wat verwacht u vandaag van alle leerlingen? Ik verwacht dat ik heel veel van de leerlingen ga leren eigenlijk. Dus u denkt dat zij een voorbeeld voor u zijn? Ja, nou misschien wel. Dat verwacht ik wel een beetje. Maar of dat ook zo is, ja, dat weet ik zelf niet. Heb je al geoefend? Ja, ik heb geoefend, ja. Denk je dat je kans maakt? Ja, tuurlijk denk ik dat ik kans maak. Zonder kans doe je niet mee. Denk je dat je kans maakt? Want er zijn heel veel concurrenten. Ik hoop het wel. En met wie ben je allemaal gekomen? Gewoon onze klas eigenlijk. Denken jullie dat hij gaat winnen? Ja! De belangrijkste vraag is natuurlijk, wie wordt de debatheld van 2012? De stelling is, kinderen kunnen zelf de hoogte van hun zakgeld bepalen. Wie wil daarop reageren? Ik ben het ermee oneens, want stel je ouders verdienen niet zoveel en dan kan je het niet bepalen. Je ouders zijn volwassen genoeg en weten hoeveel je per week of per maand krijgt. En ik zeg zelf, ik kan niet goed sparen, maar mijn moeder daarentegen, die kan heel goed sparen, dus... Het geld is eigenlijk gewoon van je ouders. Je hebt niet eens recht op zakgeld. En alles wat je echt nodig hebt, dat krijg je wel van je ouders. Een voorbeeld van Negative. Hij krijgt een dochtertje en ze maakt een CITO-toets. En ze scoort VWO. Nou, dan Negative. Geef toe dat je dan echt trots op haar bent en dat je haar echt iets gunt. Ik zou mijn dochter niet extra belonen omdat ze de best doet op school. Want als ik dat ga doen, dan gaat ze alleen maar de best doen omdat ze cadeautjes wil. Hier achter me staat de jury. Ik ga even vragen waar ze precies gaan opletten en wat ze vandaag precies gaan doen. Ja, wat ik vooral heel goed vond waren de mensen die niet alleen over zichzelf konden praten. Weet je, het cadeautje dat ze van hun eigen ouders hebben of van hun oma. Maar die ook iets verder durfden te kijken. Zijn jullie vandaag streng? Wij gaan absoluut streng zijn, maar wij staan ook wel bekend als de aardigste jury van Nederland. Dus we willen wel dat mensen hun best doen, maar we zullen niemand hard straffen als ze dat niet doen. Oké, heel erg bedankt. Maak je nog kans om debatheld van 2012 te worden? Of lig je er jammer genoeg uit? De stelling is, supermarktraces moeten aan banden worden gelegd. Het is wel milieuvervuiling. En ten tweede, sommige kinderen gaan zelfs liegen tegen hun ouders om die plaatjes te kunnen krijgen. Kinderen die vragen aan de ouders, wil je daar boodschappen doen omdat daar leuke dingen zijn, zoals voetbalkaartjes. Als ik de Albert Heijn binnenkom en ik heb net iets gekocht, dan staan er ineens 5 kinderen omheen. Mag ik voetbalplaatjes? Mag ik voetbalplaatjes? Heb je voetbalplaatjes? Ik ben het oneens met de stelling, omdat als je gaat studeren, gaan er meerdere wegen voor je open. Maar niemand doet stoer met de kennis en de kennis is altijd het belangrijkste in het leven. Om een goede baan te krijgen zonder geluk heb je toch wel eerst echt school nodig. Een mooie opleiding zorgt dat je hele mooie banen kunt krijgen. Staan, staan, staan! Hier is Tia! Ik wil iedereen zien springen! 3, 2, 1, let's go! Want ze noemen mij... Ze noemen mij... Ja, ze noemen mij wow, ze noemen mij wow, ze noemen mij hey, ze noemen mij loud. Yeah, Sef is hier. Stuk. Pop a party squad. Stuk. En wanneer iemand iets fuck up, dan is die shit. Want ik ben Bobby en jij bent Whitney en ik ben Kevin en jij bent Britney en ik ben goed. Jij bent slecht, jij bent gek, maar baby ik niet. Dus maak notities en schrijf het op. Dank jullie wel, ik hou voor jullie allemaal. Amsterdam, jullie zijn geweldig. Peace. En er was één iemand. Die heeft bij ons allemaal een beetje de harten doen smelten. Geef een applaus voor Louis. De nummer 2. Hij zei, kennis is stoer. Anes! In 3, 2, 1. En de winnaar of winnares van deze duur. Zo is dat hij Louis!
Dit was alweer de 5e Amsterdamse Dobbat Battle. Ik hoop jullie in 2013 weer te zien. Doei! Everybody just have a good time.